Het duurt nog even voordat het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof operationeel zal zijn. Dat zegt minister Reshma Kuldip Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Het fonds vloeit voort uit de wet Arbeidsbescherming Gezin, die in april vorig jaar is aangenomen in het parlement. In deze wet zijn er belangrijke regels opgenomen met betrekking tot de bescherming van het moeder- en vaderschap, waarbij het kind centraal staat. Er moet een bestuur worden ingesteld. We zijn bezig, we hebben de mensen al aangeschreven, dat er nieuwe mensen, dat ze hun voordrachten doen. Want je weet maar nooit, het is een nieuwe regering. Of de mensen wel met de oude leden willen doorgaan. Dus we willen transparant zijn, we hebben iedereen aangeschreven. Of zij willen doorgaan, of dat zij een nieuw lid voor ons sturen. En laat me even eerlijk zijn, er is nooit geld in het fonds gezet. Dus men moet niet van mij verwachten dat ik binnen 4 maanden geld ga toveren en in het fonds ga zetten. We zijn het nu aan het evalueren en wij kijken ernaar uit om het wel in werking te brengen. Maar het kan nog even duren. Want als het zo belangrijk was voor de vorige regering, dan hadden ze er wel geld in gestopt. En dat was minister Reshma Kuldip Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken over het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof. Doordat dit nog niet operationeel is, kunnen er geen betalingen verricht worden aan werkende moeders, vaders en andere gezinsleden die volgens de wet aanspraak maken op betaald verlof.